Ben ik heel even uit mijn stap, ken ik niemand verstaan. Maar waarom vraagt dan iedereen? Zeg, waar kom jij vandaan? Kom uit Rotterdam, ken je dan niet horen dan? Kom uit. Oh, het is wel heerlijk gewoon. En tussen de tijd heb ik even wasje aangezet. En tussen de tijd. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Van der Pot, zoals iedereen weet. Het is misschien een beetje donker. Zo, goedemorgen. Het is vandaag nu al 9 uur geweest. En ik ben net wakker, lekker gedoucht zoals jullie gezien hebben. Oh, even lekker. Ik heb geen één ding aan te trekken en Gaia wil zitten mouwen omdat hij eten wil. Gaia, even geduld. Zo, doe ik alleen een flesje aan. Ga klaarmaken om lekker fijner dit muziekje te luisteren. En lekker ontbijten en lekker wakker te worden. Dus dat gaan we nu in ieder geval doen. Ja, ik heb helemaal zin in vandaag. Ik kan hier wachten. Ik kijk er helemaal naar uit wat er vandaag gaat gebeuren. En ik denk dat jullie al weten wat er is gebeurd. Ja, de klassieker Ajax Feyenoord. Vandaag, einde van de middag. Ja, ik heb er zin in. Ik kan niet wachten. Zo, even alleen gordijnen open. En ik zat al stiekem aan te controleren buiten. Maar alle sneeuw is weg, mensen. Alle sneeuw is letterlijk weg. Dus, en kan je wel nog steeds eten? Kan je, heb gewoon geen geduld. Dus, en tussendoor ga ik lekker een bakje koffie klaarmaken voor mezelf. Daar heb ik wel even lekker trek in. Dus laten we dat ook nog gelijk even doen. Bakje kleur. Of voor je goede melk. Dus, ja. Dan gaan we dadelijk beginnen. Ajax Feyenoord. Vandaag. Memories fade away. Without, but I can't ignore. Zo, dat heb ik lekker gemaakt. Muesli met die neusjes. Ik zei gisteren al natuurlijk dat ik hier ging maken. Ik dacht, ik ga eens een keer gewoon proberen om dit te eten. En dan ga ik gewoon eten, ook al vind ik het niet lekker. Dan gaan we ophouden. Dus ik ga nu even lekker eten. Plus met het lekker bed. Met lekker edit erbij. En daarna gooi ik die radio uit. Want dan ga ik wat anders doen. Maar dat gaan jullie zo meteen wel zien. Maar eerst dit even doen. En editen. Feyenoord, gemeente zeggen, Feyenoord. En als ze scoren, laat hem horen, Feyenoord. Ben ik heel even uit mijn stap, ken ik niemand verstaan. Maar waarom vraagt dan iedereen? Zeg, waar kom jij vandaan? Kom uit Rotterdam, ken je dan niet horen dan? Kom uit. Oh, het is wel heerlijk gewoon. En tussen de tijd heb ik even wasje aangezet. En tussen de tijd zit ik gewoon op mijn telefoon, zit ik gewoon even kijken wat ik op de apps voor mijn zwaarbarm kan downloaden. Maar dan zit ik zo te kijken, weet je, een beetje te scrollen naar al die apps. En ik vraag me af van, zijn die apps ervoor? Voor waar is het voor nodig? Echt helemaal voor niks. Maar oké, wat ik ook ga doen is klaarmaken om lekker nu even te lunchen dadelijk. Maar wat ik ga lunchen, want het is nu al 12:30. Oh, wat was trouwens die lekker, die nootjes waren ongelooflijk lekker. Dat is echt wel aanraden. Dat dacht ik wel lekker eigenlijk. En ik zag gewoon als andere YouTuber wel eens doen en dan met honing erin. Misschien is dat ook een keer een leuk idee om dat eens een keer te doen. Misschien ga ik het zoals een keer doen inderdaad. Met honing erin. Maar voor mij heb ik ook nog honing in mijn kast liggen. Als ik het goed heb. Namelijk. Maar dan moet ik hem eerst denk ik laten smelten, want die is helemaal hard geworden omdat ik heel lang in de kast heb laten staan. Dus die moeten we een keer soort van weer even hard laten worden, zacht laten worden. En toen moet ik een keer stoppen. Ik ben altijd te diep, want het is ook deze mod ook geweest. Dik al klein van zaden, maar ik moet echt een keer stoppen met mijn hand. Maar oké, nu even lekker een bakje koffie zetten. Klaarmaken voor de wedstrijd die vandaag is. Oh, ik zit er helemaal in. Kom maar uit Rotterdam. Ken jij dan niet horen dan? Maar ja, ik ben voor mensen. Ik ben gewoon natuurlijk Feyenoorder. En ik vind het gewoon altijd een leuk vindt. Maar de klassieker blijft gewoon ongelooflijk spannend. Ik heb vandaag nou al een appje gestuurd naar mijn collega voor de grap. Want in mijn kast heb ik zakdoekjes liggen.
En dat, en ja, toen heb ik hem eigenlijk ingestuurd van, ik weet niet of jij vanavond thuis bent, maar ik kan even vanavond naar je toe brengen namelijk. Dus, ja, ik vond zo'n grapje, weet je, het grapje kan, maar wat ik wel haat eigenlijk, als het echt met geweld eruit gekomen. Daar hou ik totaal niet van. Zo'n type ben ik weer niet. Dan wil ik wel weer respect hebben naar elkaar. Maar gewoon grapjes of wat dan ook. Maar er moeten wel grapjes leuk zijn namelijk, natuurlijk. Maar gewoon af en toe een beetje elkaar plagen met over voetbal, wat dan ook, kan gewoon. Hoort gewoon bij je eigenlijk. In principe, vind ik ook eigenlijk. En ik ga het ook nu gaan doen, is het ook om standaard woorden. Waarom heb ik altijd standaard woorden? Vraag mij dan. Oké. En zo is het, doe dit. Nu maar even lekker koffie. En klaarmaken. 020 Feyenoord. Dus eigenlijk Ajax Feyenoord. Daarna 5 jaar geleden, ik zat ineens een keer melding. Voor nieuws, ik denk dat jullie ook alvast wel hebben gelezen. Voor mensen die het niet weten. Het is trouwens 5 jaar geleden dat 1 en 2 klassieke wedstrijd was. 5 jaar geleden. Dus 5 jaar geleden was, is dat niet gebeurd eigenlijk. Maar ik ga even klaarmaken Feyenoord. Ajax Feyenoord. Ik denk jullie ook al. En vind je het verdiend of niet? De stand, laat even weten in de reactie. Zo, ik heb lekker tosti gemaakt. Niet normaal, normaal gewone tosti. Nee, tosti met kaas en knoflooksaus overheen. Ik ga er even lekker druk en klaarmaken om ook Feyenoord, Ajax Feyenoord te kijken. Ik heb natuurlijk op Instagram laten weten wat jullie van denken. Misschien hebben jullie voorbij zien komen. En klaarmaken van Ajax Feyenoord. Ik heb er zin in. Dit tijd drinkt. Ik zit lekker op gemak. Radio muziek te luisteren. Fijne muziek. Om even in mijn gevoel van sfeer te komen. Een beetje de sfeer te proeven. Om, en dan beelden bij je te halen. Van gewoon dat ik in een stadion zit. Zo ga ik het gewoon beleven. Dat is een mooie tip mee te geven. En kan Feyenoord voor het eerst sinds 2005 winnen bij Ajax volgende... Ja, oh, ik krijg nou een melding dat 2005 de laatste keer was dat Feyenoord had gewonnen. 2005 in Arena. We gaan het nu zien. Johan Cruijff Arena natuurlijk nu. We gaan het zien. Ik ga nu de V op Fox zetten. Een andere naam natuurlijk. Ik ben gewend nog op Fox. Nee. Die moet ik wel aan hebben. Wat ben ik aan het doen? Ik ben er gewoon al in. Ik ben wel zenuwen. Ik ga daar even mijn hartslag ook nog opmeten. Want die steek ik gewoon heel erg hoog. Dat kan ik op dit moment. Nee, kan ik nu niet doen. Moet ik eerst even neerzetten natuurlijk. TV. 2-2-2. Want dat is ESPN 2. En dan gaan we nu even klaarmaken. Fijn. Ajax, Ajax. Ajax Feyenoord zou ik zeggen. Ik ben zo benieuwd hè. Ik ben zo benieuwd hè. Wat het gaat worden. Spanning stijgt mensen. Spanning stijgt. Oh, wat gaat er gebeuren? Gaan ze winnen? Na zonder allebei, de allebei keer al zonder publiek. Volgende wedstrijd ook Feyenoord Ajax waarschijnlijk ook al. We gaan het zien. We gaan even kijken. Jullie gaan mijn reacties zien. Come on! Come on! Ik ga mijn hartslag even meten, mensen. Want ze denken aardig hoog. Ja, ik ben gestrest. We gaan naar gestrest toe. Ga even meten nogmaals. Come on! Winnen! Dit keer moet er gewoon gebeuren. Gewoon een keer in de arena even winnen. Lijkt me heel erg mooi. Oh, ik heb geen stress. Oh, dat is mooi. Mijn hartslag 74, dat is ook prima. Of niet? Nou, mijn hartslag is 74, dus dat is goed, denk ik. Scheidsrecht is Makkely. Wie staat er in de Feyenoord? Marsman op doel. Geertruida. Achter met Spanjaard, Chinesi en Malasia. Middenveld is Torstra, Ver en Diemers. Aanvallers is Habs, Jurgensen en Berghuis. Dat moet te doen zijn. Op die manier pakken we ze. En wat is trouwens, kan ik ook vertellen tegen jullie. Wat is trouwens mooi. Zeer te zitten bij Feyenoord, Ajax. Ik weet hoe het gevoel
heb ik al mijn leven beleefd. Ik heb bijna alles meebeleefd in Feyenoord, om zo te zeggen. Ik heb zoals de klassieke en kampioenschap allemaal meegemaakt. En dat is heel mooi om mee te maken. I love Feyenoord, we do. I love Feyenoord, we do. I love Feyenoord, we do. Go Feyenoord, we love you. Corner. Nee jongen! Kom op, eruit! Je hebt duwen! Hoppakee, lekker jongen, zijn! Hoppakee! Juist! Ja! 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 Come on! Oh, wie is dat? Sinessie? Is hier goed bezig? Ho, nee! Klasse! Hier gaan we even koffie zetten. Zo, ik heb het bakje lekker gemaakt. Oh, dus is het een spannende wedstrijd al gelijk. 70 minuten al. Lekker, maak je vel maar kapot. Nee! Ah, ik kan verkeerd neer. Ja, dat het gas kapot is, maak ik me geen zekere zak uit. Ik ga meer om mij om te spelen. Ik laat de Ajax maar even spelen, jongens. Maar niet tussen... Ah, kom maar! Een zootje! Puk! Jammer! Nou, ik gaf hem ook moeilijk aan hoor. Hey! Kom op nou, geef nog eens domme eens goede druk. Niet zo slapjes, niet zo zacht. Juist, zoiets ja. Altijd te maken met Nicolai. Geef nog. Kom op. Druk. Oh, nog steeds 1-0 achter. Zoals jullie hem gezien hebben, mijn reactie. En het is al 6 uur geweest. Ik heb lekker pannenkoek in de oven magnetron gedaan. En daar ga ik dan nu lekker van genieten. Dus dat gaan we nu doen. Pannenkoek genieten. Die je in de oven hebt gedaan. Dan kan je eten geven ook nog. En tussendoor ga ik gewoon even denk YouTube kijken. Met Feyenoord erbij, want... Wacht even, hoor, dat was wel spannend. Maar ja, ik ga zo meteen even lekker weer verder kijken. En ja, ik dacht ja, de reactie is niet meer zo belangrijk, want ja, ik ga nu maar gewoon zo kijken op deze manier, wat ik nu doe. En als het doelpunt valt, laat ik jullie weten. Ach, fijn, het is afgelopen helaas. En ja, 1-0 verloren, maar echt fijn, Noord had meer, had echt letterlijk moeten winnen eigenlijk, vind ik. Laatste minuut al zat ik spannend voor de buis. Echt heel erg spannend. Maar ik ga nu even lekker even water pakken. Maar er staat denk ik bij mijn bed, waar ik heel vaak sta. Want ik wil even water flutten, want morgen moet ik weer werken natuurlijk. Lekker vroeg op, ik heb er zoveel zin in. Not. Dan denk ik, oh ja, wacht heel vroeg op. Maar aan de andere kant, denk ik, heb ik werk gehad. Denk ik, oh, dit ben ik weer blij mee. Dan denk ik van, ah ja, dan ben ik weer letterlijk blij om weer... toch zal weer vroeg te beginnen. Het is nog wel af en toe een beetje wennen om vroeg te beginnen, maar ik ben er gewend aan, laten we het zo zeggen. En ik ga even lekker een glas fles water vullen. Dat is ook gewoon lekker wat er is. Zo. Nog een beetje kouder mag wel hoor. Zo, maar en ik ga klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan, want het is al bijna 9:30 alweer. Wat ik nu eens ga doen is deze iets naar voren zetten. Rolgordijnen naar beneden. En dan klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Alleen even dingen achter YouTube doen. Alleen ik moet op... Mijn band moet nu eigenlijk leeg gaan lopen. Nou ja, dat gaat doen is de tweede vraag. Band, want ik weet niet hoeveel procent mijn band is. Ga ik even kijken namelijk, hoeveel procent mijn band is. Dat wil ik namelijk wel weten. 24%. Ja. Als hij 24% is. Want hij moet eigenlijk nu helemaal leeg zijn. Maar dat is hij niet.
Maar of dat ook gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Nou, ik ga er even een oplossing voor verzinnen. Van een fles water mee pakken natuurlijk. Maar ja, ik ga het zien of het gaat lukken of niet. Ja, nu maar even lekker relaxen achter de computer, maar laten we dat even lekker doen. En dus wat ik ook gelijk bij wil zeggen is, ga ik lekker relaxen achter de computer en dan ga ik lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het tof zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters. Zo, ik heb een beetje dingen zitten plaatsen. Een beetje misschien een rommeltje, maar ik zat zo te puzzelen. Want ik wou een beetje meer ruimte hebben. Ik wou zich maar uit. De bedoeling was eigenlijk ruimte wel even bij me. En dan komt wat daar